De brand begon afgelopen nacht rond 1:00. Zo zag het pand er toen uit. En dit is de schade de volgende dag. De schoonheid van het huis dat dit verdwenen is, eeuwig zonde. Jammer. Zo worden ze niet meer gebouwd. Alex van Luyn was op het moment van de brand in de buurt aan het werk bij Nuon, die ook eigenaar is van de panden. Het enige wat Alex heeft kunnen redden is het nummerbordje dat al zo'n 90 jaar op het huis zat. Verder is er zo goed als niks meer van de huizen over. Het stinkt hier nog steeds naar brand, want het brandt ook nog steeds. Ik zag net een flarde rook aan de zijkant hier vandaan komen. 2 dagen geleden ben ik hier in dit huis geweest. En in mijn ogen was hier niks wat zelf brand kon veroorzaken. Want alles was afgesloten, geen elektriciteit, geen gas. En mijn vermoeden is dat dit aangestoken is. Volgens de brandweer is er geen reden om aan te nemen dat het vuur is aangestoken.